Laten we nu naar de ritgeschiedenis kijken. Hier selecteert u simpelweg de bestuurder of bestuurdersgroep die u wilt bekijken. Laten we nu een individuele bestuurder kiezen. We nemen Maurice van der Linden. Daar is hij. Selecteer vervolgens de periode. We gaan nu voor de afgelopen zeven dagen. En dat brengt ons bij de overzichtstabel. Zoals u kunt zien, heeft Maurice 31 ritten gereden. Is hij al meer dan 15 uur onderweg? En heeft hij bijna 966 km afgelegd. Om de individuele ritten te bekijken, klikt u simpelweg op de blauwe knop. Dit scherm geeft alle ritten weer die hij in deze periode heeft afgerond. En wanneer u op deze groene knop klikt, kunt u de precieze route zien die hij heeft genomen. Laten we teruggaan naar de overzichtstabel. Een andere handige functie in de ritgeschiedenis is het dagelijkse gebruik. In één oogopslag kunt u de start- en eindtijden van een dag zien. Het groen geeft aan hoe lang het voertuig in beweging was en het rood geeft aan wanneer het voertuig geparkeerd stond. Dit is een uitstekend rapport om inzicht te krijgen in de productiviteit van het voertuig en de bestuurder. Op elk van de rapportschermen kunt u de functie rapport opslaan gebruiken. U geeft het rapport een naam en klikt verder. Wanneer u het rapport automatisch wil inplannen, Voer dan het e-mailadres in waarop u dit rapport wilt ontvangen. Ten slotte kiest u de rapportfrequentie. U kunt ervoor kiezen om het gedetailleerde rapport als bijlaag te ontvangen. Dat was een korte blik op de ritgeschiedenis.